Ik ben Donne Lek, coördinator Polyfysiek. Dat is een living lab van het Centrum of Expertise. Eigenlijk doen we drie zaken. We behandelen daar. Er vindt onderzoek plaats en er vindt ook onderwijs plaats. En momenteel is het met name qua hartrevalidatie. Dus we gaan na welke factoren, als je die ombuigt, verbeteren de uitkomst naar een hartaanval bijvoorbeeld. Nou, die inventariseren we bij de cliënten samen met studenten. Om dan in de drie maanden revalidatie te zorgen dat een heleboel cijfertjes de goede kant op staat, zodat je kwaliteit van leven verbetert. Ja, de opzet van Polyfysiek is eigenlijk super goed. Dus je hebt de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs. Therapeuten kunnen hun vaardigheden behouden als therapeut. Studenten die leren ervaring opdoen met onderzoek. En onderzoekers die kunnen die data gebruiken om artikelen te schrijven en om soms ook te promoveren. Ik doe onderzoek naar bewegingsangst bij hartpatiënten. En het wil eigenlijk zeggen dat we kijken naar de factoren die ervoor zorgen dat mensen angstig zijn nadat ze een ingreep gehad hebben. Dus ik werk veel samen met verschillende afdelingen, dus ook binnen de HVA. Bijvoorbeeld Digital Life, die hebben ervoor gezorgd dat ik goed werkende beweegsensoren heb. Het Amsterdam UMC is ook betrokken bij mijn onderzoek. Die zorgen dan voor de toestroom van patiënten met name. Nou, cardiovitaal hartrevalidatie zit hier dus ook. En alles komt dus samen binnen de poli. En dat zorgt eigenlijk voor een mooi living lab. We werken interdisciplinair. Dus alle disciplines die erbij betrokken zijn, die werken ook samen. Dat je gaat kijken, wat is er nodig bij deze cliënt? En hoe kan ik mijn kennis en kunde inzetten? En dat kan ook zijn dat voor bewegingsangst, dat dat met name behandeld wordt door de fysiotherapeut. Want die is een uur bezig met trainen. En als we dan besproken hebben in het multidisciplinair overleg van de sprake van bewegingsangst, dan kan je wel naar de psycholoog gaan. Maar je komt het tegen tijdens het oefenen. Dus dan kan je daar beter gaan aanpakken. Studenten die kunnen ingezet worden op verschillende terreinen. Dus die kunnen ook meehelpen in de dataverzameling bijvoorbeeld. Maar heel vaak zie je ook dat studenten nieuwe, frisse ideeën hebben. En verder is het ook gewoon voor hunzelf goed om die ervaring al in een vroeg stadium te hebben. Dus dat je ook op een onderzoeksmatige manier leert denken. Ja, en het mooiste daarvan is dus gewoon dat je ook met echte patiënten werkt. En, het is niet alleen trainen zoals het er nu uitziet, maar het is ook heel veel gesprekken voeren. En het is leuk om te zien dat je ze aan het begin van hun traject meemaakt en ook weer ziet vertrekken fit en weer positief in het leven, veel zelfvertrouwen. Ja, ik vind het wel leuk dat je dus inderdaad ook docenten hebt, mensen uit het werkveld, die combinatie. Een paar collega's die doen echt nog onderzoek ook tegelijkertijd. Dus daar krijg je ook weer een beetje van mee. En dat is interessant om mee te krijgen. En ik denk als je dus geen docenten of onderzoekers bij je team hebt, dan heb je dat minder of misschien niet. En het ideaal van Polyfysiek, dus niet mijn ideaal, maar het ideaal van de Living Lab. Dus kunnen we met behulp van geïntegreerde lifestyle interventie, kunnen we al mensen eruit halen uit de wijk die een risicofactor hebben, waardoor ze eerder hart- en vaatziekten hebben. Als je nou kijkt van welvaartsziekte, door onze manier van leven roepen we bepaalde ziektebeelden op. En die welvaartsziekten hebben allemaal dezelfde oorzaken. En dat zijn allemaal veranderbare zaken. Ja, weet je, dan kan je dat allemaal voorkomen. Ja, zeker. Er zijn al resultaten. Eén studie is een validatiestudie van een vragenlijst, waarmee we dus bewegingsangst objectiveren. En dan krijgen we dus meer inzicht in welke patiënten er nou veel last hebben van bewegingsangst en welke niet. En dan proberen we daar ook een apart traject voor te bedenken. Daarnaast hebben we ook patiënten geïnterviewd thuis in de eerste fase na ziekenhuisontslag. Dan hebben we gekeken naar wat zijn nou belemmerende factoren voor fysieke activiteit en welke factoren zijn nou gerelateerd aan bewegingsangst. En die hopen we nu te gaan beïnvloeden. Het mooiste wat we bereikt hebben, ik noem dat awareness. Dat zowel studenten als docenten en dan hopelijk ook de organisatie, die snappen dat we met z'n allen heel veel macht hebben om zo'n hele wijk gezonder te maken. En dan ben je in plaats van alleen maar bezig met lesgeven en met onderzoek, ben je van betekenis voor de wijk waar je in zit als HVA. En dan denk ik dat elke student trots is om hier te studeren.